Scène 2, shot 1, take 2. Ja, zoiets. Zoiets. Oké. Het gaat over een noodcentrale operator die een oproep moet behandelen over een auto-ongeluk waarbij dat een kind aan het sterven is. En hij moet die samen met die moeder reanimeren via de telefoon. En kut. Nu zitten we in Sint-Niklaas in de kunstacademie, dat wij dus hebben mogen ombouwen tot een noodcentrale. Gisteren leverde de draaidag niet zoveel stress op, maar vandaag een beetje wel, omdat het allemaal een beetje aan het uitlopen is. Maar uiteindelijk, als we het vergelijken met gisteren, lopen we nog altijd op dezelfde lijn. Dus. Ja, dat is even stress, maar... Ja. De stress is echt heel aanwezig natuurlijk en er zit ook veel gezonde stress tussen. Die DOP, Lander, die kan wel wat grof uit de hoek komen als hij een beetje gestrest wordt. Niet slecht bedoeld. Ik als acteur probeer me zo ver mogelijk van dat soort stresssituaties weg te houden. Dus ik zit gewoon lekker hier in deze gang en voor te bereiden in een tekst. En de stress laat ik over aan de andere mensen. Ja, iedereen is natuurlijk gespannen, dat is normaal. Ja, iedereen wil natuurlijk zijn uiterste best doen. Maar ik heb er vol vertrouwen in. Het is al vrij hectisch geweest, dus het is al een stressige dag voor mij. Ik denk dat de grootste stress ik heb vandaag bezet mezelf geweest is. Maar vooral uit ergernis. Voor de live. Dat is geen videocamera, hè? Dat is een digital cinema camera. Dan kijkt de inzoeker. En ik heb een echte cinema. Dat heeft heel veel stress. Volgens mij gaat het vandaag wel redelijk zonder stress. Ik vind dat we toch elk jaar weer verwend zijn, maar elk jaar nog een beetje meer, met kwaliteitsvolle acteurs die echt moeite doen om een emotie te brengen, keer op keer. En ik merk wel een enorme gedrevenheid. Iedereen is heel erg precies en heel erg bezig om het heel erg goed te doen. Ja, dat is mooi om te zien. Ja, ik denk dat het hier. 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 Ik denk dat het hier.